Goedemorgen! Niet op letten als ik nog wat rood sta. Ik ben echt net klaar met mijn workout. Maar vandaag gaan we op reis. Of ja, op reis. We're going on a trip in our favorite bus. Dus ik heb mijn zakken allemaal gepakt. Ik kom dat doen. Kijk even. Tada! Een grote en een kleine zak. En subiet vertrekken we. Neem we eerst de tram. Daarna pakken we een bus voor 3 uur lang. Want ja, je kunt niet overal met trainen rijden in Noorwegen. Geweldig. En ja, dan neem ik jullie mee naar Oda. Woe! See you later! Zichzelf kunnen verfrissen. Dus dan kom je gewoon eventjes hier naar de fantastisch mooie douche. Of een grote of kleine boodschap. Geen probleem voor deze prachtige wc. Oké, dan neem ik je mee naar het volgende. De master bedroom. Namelijk in groenachtige blaadjes. Maar het zou niet Noorwegen zijn als je niet 2 kvikkeluntjes kregen. Het is eigenlijk gewoon Leo, maar nog eigenlijk... Dus maar nog beter. Dus geen beter. En dan neem ik jullie mee naar het beste deel van deze kamer. Het uitzicht. Welkom in Odda. Prachtige gemeente in het midden van de fjorden. Eigenlijk ja, het einde van de fjord. Met allemaal kleine witte huisjes. Zeker aan te raden, Tiny Little House in Odda. Wauw, what a view. Kijk, en daar is beneden zie je dus ook onze mooi terrasje. Dat mogen we benutten. Met dit uitzicht. Het is niet slecht. Allee, we willen maar zeggen dat het niet slecht is, hé. Het is prachtig. Dus, vandaag gaan we naar de waterpas. Het is nog niet zo laat, maar toch gaan we wel gaan. Want de zon schijnt pas ook weer niet. Het is nog niet aan het regenen. Kom mee. We'll see. Beetje van onze slaapplaats voor vannacht. Ik vind dat goed, hé. Dat moest gewoon lekker zacht liggen. Ja, ik weet dat ook. Achter de moeder. Trainer! Finally! Ik ben op deze weg hebben te lopen. Kei gevaarlijk.
Maar kijk, dit zijn de watervallen. Wacht, ga ik hier dichter komen. Wauw! Het hoogste punt en half weg. En Rosanne is going very well. Bloedenhaan. We zijn al, lief van Aster. Kijk, we zijn al hier. Bluffenhoorn. Het is aan het sneeuwen, ik weet niet of je dat kan zien. Maar het is aan het sneeuwen. We zijn er. Oh, mijn hand is zo koud dat ik aan mijn hand zit aan. Echt al het weer gehad van de wereld. Hagel, regen, sneeuw, zon. Ons laatste dagje in Oda. En het is super mooi weer. We moeten zelf heel zand doen. Ik heb mij daarnet van een pool gekocht. En de bloemetjes, kijk hoe mooi. Wauw. En Rosanne ziet zitten. We zitten in de camera. Ik zeg, Rosanne ziet zitten. Anders. Kom je te zien? Nee, het valt nog niet zo hard op de camera. Ja. Het is oké. Het is oké. Ja, mensen, we gaan dus ook bruin mee. Dus als we terugkomen naar België, watch out. Roden bedoel je? Ja, ik heb een beetje verbrand aan mijn neus. Maar het is oké. That's life. En dat is mijn nieuwe pool. Voilà. Tada. Je kan commenten met cijfers. 8 op 10 is acceptbaar. Eronder niet. We willen jullie nog een laatste korte update van Oda geven. Als de zon schijnt. Wauw. We gaan het missen. Het is très schön ici, hè? C'est très très belle. En daarboven zie je zo sneeuw. Daar hebben we gisteren gewandeld. Hè? Nee, aan die kant. Daar, ergens van achter. Maar het ligt nu niet zoveel sneeuw. Het is meer langs achter. Ooit zo. Wowie! Hoe mooi kan je zijn? Thanks, natuur. Ik heb daar een mega cute kerkje. Papa would love that. Voilà, hier de bootjes.
als je wilt varen of vissen. Dan ook een stukje oude industrie in Oura. En eigenlijk is het wel mooi. Het heeft wel iets. En hier komen we aan het mooie water. Met keiveel stroom. Je komt net nog mee. Ja, een beetje verder is het erger. Dus nu zie je wel echt hoeveel stroom dat er niet op het water zit. Straks gaan we een plekje zoeken om te eten. Rosanne heeft honger. Dus daarom loopt ze nu een beetje voor. Ze heeft dringend food nodig. Maar kijk hoe mooi. Jeppala! Voilà, hier gaan we eten! Wauw! En de pot gaf vandaag croque monsieur. Lekker! Ik feel scared. I don't think. Ja, true. Dit is Oda. En het is hier kei schoon.